super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik heb vandaag een hele, maar dan ook echt hele speciale gast. Wie ben jij? Ik ben Fieke en ik heb een fanaccount voor Sabrina. Ja, ze is een van mijn grootste fans. En ik heb haar opgezocht, ik heb met haar afgesproken en nu zijn we samen en we gaan een hele leuke dag beleven. Want we gaan namelijk, nou ja, we gaan shoppen. Ja. En ik heb aan Fieke verteld dat ze een outfit mag uitkiezen en die krijgt ze uiteindelijk van mij. Het is een beetje een soort van shopping challenge. Kijken wat we in de winkel vinden, een beetje passen. En dan krijg je uiteindelijk een cadeautje van mij. Omdat ik jou zo waardeer met je fanaccount. En ik vond het gewoon heel erg leuk om jou vandaag in het zonnetje te zetten. Heb je er heel veel zin in? Ja, ik heb er heel veel zin in. Gelukkig maar. Nou, dan gaan wij de stad in. We zijn trouwens in Breda. Ik ben hier niet zo bekend, maar het komt helemaal goed. Oké, Fieke. Ik wil graag van jou weten, hoe zou jij je eigen kledingstijl omschrijven? Waar hou jij van? Ik denk eigenlijk gewoon heel basic. Ja. Gewoon een broek, shirtje. Oh, dat is echt een leuk shirt. Waarvan is die? Oh, nice. Nou ja, we gaan gewoon even kijken. Anders stel jij een outfit samen en ik. Is dat leuk? Ja. Top. Omdat Fieke van basic houdt, wil ik eigenlijk iets uit haar comfortzone proberen uit te kiezen. Maar ik heb werkelijk geen idee wat. Ik laat haar ook lekker rondkijken. Ga ik maar even kijken wat ik allemaal vind. Dat is ook wel schattig. Fieke komt met een mom jeans aanlopen. Ik heb toevallig ook een mom jeans nu vast. Maar heb je het nog nooit aangehad of wel gepast? Ja, ik heb het nog nooit aangehad en Fieke heeft voor zichzelf dit blouseje uitgekozen met een mom jeans en dan nog dit shirt. Dus je hebt eigenlijk twee outfits op één broek. Top. Ja. Ik vind deze oprecht leuk. En ik heb een jurkje, maar ik heb even twee maten, want ik wist het eventjes niet. Dus moet even kijken wat past. En dan een shirt met dan de mom jeans. Dus pas maar en ik ben benieuwd. Ik dacht, laat ik ook maar eventjes een broek passen. Dit is een mom jeans. Tot mijn verbazing zit die heel erg goed. Ik zit even te twijfelen of ik wel echt een mom jeans figuur heb. Of nou ja, dat het me wel staat. Dus even wennen. Maar ik vind hem wel wat hebben. Wat is je eerste reactie? Het shirtje wel heel leuk. Alleen, het is wel even wennen of zo. Ja, maar ik vind het wel leuk staan. Heb ik de goede maat gepakt of is hij te groot? De 34, maar zit hij goed? Op zich wel. Deze is van haar 32. Maar dat is ook een mom jeans. Maar ja, moet je eens even kijken of hij jou ook mooi zit. Maar vind je hem wel leuk staan, een mom jeans? Ik heb ook een mom jeans aan. Ja, ik vind het ook echt heel mooi staan bij jou. Ja. Nice. Wat voor cijfer zou je de outfit geven? Of zeg maar op een schaal van 1 tot 4. Ik vind het shirt echt heel leuk. Oh, dat is nog best wel hoog. Ik vind hem heel erg nice. Ik denk dat dit totaal iets anders is dan dat je normaal gesproken zou dragen, toch? Ja, het is ook wel leuk, maar het is anders. Maar vind je het leuk staan? Dat is de vraag. Het staat natuurlijk wel leuk. Het is een beetje net. Ja, ja, ja. Zeg maar, het heeft wel iets casuals en netjes tegelijk. Ja, inderdaad. Oké, een cijfer. Oh, het is nog wel voldoende. Maar ik kan niet leven, nee. Ik zou het je wel kunnen gaan, ja. Ja, maar het is niet jouw eerste keuze wat je denkt van. Ik ga niet naar school zo. Nee, dat, nee. Dit is eerder een zomeroutfitje. Ja, dat je even naar de stad gaat omdat het veel te warm is. Dat je dan dit en dan draagt. Maar je vindt hem wel leuk. Ja. Nou, dat vind ik fijn om te horen. Wat vind je van de Fieke outfit? Ik vind deze broek is wel iets van mijn kleine maat. Ja, deze zit inderdaad wel wat mooier. Ja, van die andere kleur was dat de kleinste maat. Dus vandaar dat ik niet lager kon gaan. Die vind ik ook wel leuk. Ja, ik zou zelf denken aan die ribbeltjes die dan misschien een beetje gek zit omdat je hem in je broek. Maar aan de andere kant heeft het ook wel wat. Maar
zit de broek beter dan die andere. Hij zit ook heel erg mooi. Helemaal gewoon zeg maar je hele lichaam. Oké, wat voor cijfer zou je deze outfit geven? Ik denk ook een 8. Maar de andere was het zeg maar de broek. Minder leuk, maar deze vind ik deze dan. Ja, dus dan eigenlijk deze broek met dat shirt. Oh, ja. Ja. Dus eigenlijk zou je een combinatie beter kunnen hebben. Zou je het zeg maar snel pakken als het in je kast zou hangen? Dat is de vraag. Ja, denk wel. Oké, nou dan is het ook maar heel erg positief. Was dat alles of had je, je had nog één shirtje, je eigen shirt? Oké, dan die nog op de broek en dan zijn we hier klaar. Ik denk dat die roze wel leuk is. Ja, als je moest, maar deze lijkt heel erg op het shirt wat je vandaag eigenlijk al aan hebt. Alleen met korte mouwen. Het is zeg maar het stijltje, maar heb je veel van zulke items in je kast hangen van zo'n stijltje? Of is het... Ja, ik heb echt heel veel van deze t-shirts. Ja, ik denk dan die roze leuker toch wel als je moest kiezen. Maar dit is wel een fieke outfit. Ja. We zijn nu in de Bershka. Ik ben wel benieuwd hoe fieke met een flare jean zou staan. Even kijken. Van een afstandje vond ik dit topje heel erg leuk. Maar nu ik hem dichterbij zie, vind ik hem iets minder. Omdat hij best wel doorschijnend is. En dat is niet heel erg mooi. Als je dan een BH zal dragen, zie je het doorheen. En als je geen BH draagt, zie je tepels er doorheen. En dat is ook niet de bedoeling. Dat vind ik wel heel erg jammer, want het idee vind ik wel heel erg leuk. Zeg maar, een patroontje. En weer spot ik iets wat ik zelf misschien wil hebben. Nou, het is een goede dag voor mij. Ik heb een vraag. Shop jij vaak? Nou, meestal gewoon één keer per maand te veel. Of ik ga ze maar heel lang niet shoppen en ga ik één keer shoppen en dan... Is het heel veel? Is het heel veel. Ik heb dit shirt voor jou, omdat jij van simpel ook houdt. Dat ik nou echt een lekker simpel basic shirt. Ik weet niet of jij ooit een flare broek aan hebt. Ja, wel, echt wel. Ja? Heb je thuis al? Oké. Ik ben benieuwd of het je leuk staat überhaupt. Ik vond het wel grappig. Ik denk dat het is wel leuk om het met gewoon een simpel shirtje te combineren. Dan heb ik deze. Ik wil hem zelf ook gaan passen. Dus ik dacht, nou ja, we hebben een soort van twinning outfit als het leuk staat. Dus ik heb deze en ik wist niet wat ik per se op moest doen. En ik zag dit. Ik vond het zo schattig. Dus ja, Simbaatje toch? Ja, ja. Is het Simba? Ja. Niet dat het opeens een andere personage is. Jij hebt dan dit broekje gekozen met dit shirt. Ja. En dan hebben we nog, kan je hem even laten zien? Nog een simpel shirtje. Die is echt leuk. Ja, ik zag je er al mee lopen. Je wilde al iets roze. Oh ja. Dat zei je net. Dus ja, laten we maar gaan passen. Nou, ik heb de broek aan. Hij zit wel lekker, maar ik denk dat ik hem wel een maatje groter kan nemen. Want hij zit niet zeg maar heel erg mooi. Misschien ligt het ook aan het model. Ik ga misschien kijken of er een maatje groter is. Want ik vind hem wel lekker comfortabel zitten. En ik ben helemaal into zulke broeken. Maar ik heb nog een broek die ik moet passen. Dan hebben we deze flare. Ik vind met flare het altijd zo dat je heel snel een camel toe krijgt. Dat vind ik zo jammer. Maar hij zit wel comfortabel. Lastig. Ik ga er nog even over nadenken, maar eerst gaan we even naar Fieke. Wat vind je ervan? Deze broek is echt iets wat normaal moest gebruiken. Maar eigenlijk, het staat me wel op. Ja, ik vind hem ook heel erg leuk. Ja, bij mij... Hij is ook weer anders ofzo, maar het is wel... Ja, hij schijnt wel een beetje door, dus dan zou je een andere onderbroek aan moeten doen. Maar dat is maar een onderbroek. En het shirt? En ik vind het weer met Simba nog gaan. Ja? Pas geleden was het een lijn van de dus was dat heel leuk. Oh, Rosa. Nice, ja, ik moet hem nog zien. Ja. Maar wat vind je ervan gewoon compleet? Iets wat je zeg maar nu wel zou kunnen dragen, of dat helemaal niet? Het zucht er sowieso wel, alleen mijn broek is nog wel anders. Maar... Ja. Oké, pik. Nou ja, dan is het meer niet jouw ding. Dat maakt helemaal niks uit. Ja. Maar wat voor cijfers heb je? Ik denk iets van 6. Ja, en het shirtje dat, is, ja, dat scoort wel hoger natuurlijk. Ja. Nice. Nou, dan gaan we op naar de volgende. Ik vind het oprecht leuk. Ja, wat vind je er zelf van? Ik vind het wel leuk van die.
Ja, ik vind het ook wel gek, omdat je normaal gesproken zei van, ja, dat je dat niet draagt. Maar ik vind het wel leuk. Ja? Is het voor, zeg maar, herhaling vatbaar om aan te doen? Of? Ik denk dat als ik het zou kopen, dat ik het wel zou dragen. En deze vind ik ook wel leuk. Oké, okay, vind je hem leuker dan de Simba? Of? Dat is anders. Het is op een hele andere manier leuk waarschijnlijk. Oké. Nou, maar dit is meer een outfit die je sneller zou... Leuker dan de vorige. Oké. Nou, oké, dan weet ik dat ook weer. Is dit de laatste outfit die we hebben voor jou? Ja. Wat vind je? Ik vond het wel leuk. Ja, met zo'n soort van elastiekachtig idee. Ja, die gele past dus niet. Mijn hoofd past er niet door. Ja, maar deze circle heb ik ook hier. Echt naar. Het shirt? Het shirt heb ik wel. Ik vind de kleur wel leuk. Ja, het staat je ook heel erg goed. Nee. Maar het is nog steeds een XS, maar ja, hij is heel groot. Ook een leuke combi, vind ik zelf. Van dat heel zacht roze. Is dit een Fika outfit? Ja, tenminste zijn er echt wel veel Fika outfits. Dat is juist alleen maar fijn. Niet dat je allemaal dingen aan hebt waarvan je denkt, liever niet. Wat doe je mij aan? Zou het zijn. Maar is dit je favoriete combinatie van alles of niet? Weet ik eigenlijk niet. Ik denk het. Of nou ja, wat zijn je favoriete items? Laten we het daarop houden. Het is last. Vind je nou alles stom of vind je alles leuk? Nee. Ik vind deze ook alleen maar best. Ja, ik vind het wel leuk. Deze. Alleen het is ook persoonlijk, dus het duurt niet meer zo heel lang. Ja, maar je weet het niet met Nederland. Deze ook wel leuk, maar dat zit maar op staan. Dus ik heb dat wel goed uitgekozen. Ja, onbewust wist ik dat je dat leuk zou vinden. Deze heb ik ook wel leuk, omdat het gewoon een keer iets anders is of zo. Maar ja. En voor de rest. Ja. Eigenlijk vind je alles wel. Ik vind alles wel belangrijk. Dus ik mag je gewoon verrassen met iets. Ja, echt wel. Dus je hebt geen persoonlijke voorkeur. Oké, nou. Dan gaan we weer. Nou, uiteindelijk zijn we maar naar 2 winkels geweest, want het begon mega druk te worden. Nou, wijfie, laat zien. Ja, als eerste deze mom's jeans. Ja, dit is gewoon een beetje simpel. Zoals altijd, mij wel leuk. Ja, maar simpel is nooit verkeerd. Hij stond je ook heel erg mooi. Dus. En wat hebben we voor de bovenop? Oh, dat was iets anders, ja, dat toch? Zo, dat... dat was zeg maar de combinatie. Maar natuurlijk kan je het ook met andere dingen die je hebt. Het blouseje is echt leuk. Hij is echt leuk, ja. Ik ben zo blij dat je zo blij bent. Maakt mij ook weer gelukkig. Oké. Okay. Ik vind alles zo leuk. Okay. Deze korte broekje. Ja, hij is anders dan een normale short. En daarom is hij zo leuk. En dan met het roze shirt. Leuke kleurtjes. Ja, ik vind het leuk. Oké, dan even kort wat ik heb. Natuurlijk kon ik het ook niet laten. Naast dat ik... natuurlijk, hoe noem je dat, heb gespoild als het ware, heel veel cadeautjes aan haar heb gegeven, kon ik mezelf ook niet even verwennen, kon ik het niet laten om mezelf te verwennen. Ik heb ook een mom jeans, maar dan in een zwart, en dan hebben we een trui, we stonden in de rij van Pull&Bear, nee van de Bershka. Oh ja. En toen dacht ik, zag ik een trui hangen, dacht ik, hey, hij is leuk, dus ik ging de rij uit. Om hem te pakken, bleek hij dus in de sale te zijn voor maar 4 euro. En het was een asset. Toen dacht ik, nou, hij oogt best wel groot. Die ga ik best, ja, die ga ik makkelijk passen. Dus ik heb deze gehaald. En dat is wat ik heb. Ik denk dat dit ook wel leuk zou zijn. Ja, inderdaad. Mom jeans. Nou, hoe vond je het samen? Ik vond het echt heel leuk. Ja? Vond je het leuk? Ja, ik vond het wel, zo in het begin vond ik het zelf ook spannend om natuurlijk met jou op pad te gaan. Ja. Maar vind je het meevallen? Ik vond het heel leuk. Vind je me geen bitch? Nee. Gelukkig maar. Nee. Ik vond het hartstikke gezellig. En wacht. Ik ook. Wat? Ik had nog een cadeautje. Oh, ik dacht dat het de bedoeling was dat ik jou cadeautje zou geven vandaag. Ja, als bedankje was het wel leuk. Dus ik was... mijn hart! Alleen ik wist niet wat ik moest kopen, want er is alleen maar een action in mijn dingen gezeken. Dus ja, maar niks. Okay, ik ben echt altijd de persoon die juist cadeautjes wilt geven en maar niks verwacht. Weet je, niks... mijn hart, moet ik het even gaan unboxen? Ja, is goed hoor. Ja. Mijn hart is gevuld met liefde. En ja, eten. Nou. Oeh. Oh ja, en maskertjes.
Straks in de trein, weet je, onderweg naar. Oké, nee, dat ga ik niet doen. Ik ga het gewoon lekker thuis doen. Oeh. Oh ja, nog maar eten. Oh, je moet dik hebben ook. Grapje. En je zei ook van dat je je kamer een beetje make-over ging geven. En een beetje in van die kleuren. Dus ik zag die en ik was er van ja. Ik wist niet zeker. You dus know me. Ja. Ja. Oh my god, dit is gewoon het beste. En ja, een plantje. Nou, dankjewel. Dat vind ik heel erg lief. Nou, dit had ik niet verwacht. Had niet gehoeven, maar ik vind het super lief en... Dat waardeer ik. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om dit te zien. Doe vooral dat duimpje omhoog. En vergeet niet om Fieke's haar Instagram te gaan stalken. Cutest.Sabrina. Ja. Ik vind het altijd zo gek om mijn eigen naam dan weer te zeggen. Maar ik vind het heel erg leuk. Ja, stalk haar even. Doe dat. Stalken, ja. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei.